Een goede avond en welkom in Telefact. Als u geen geregeld discotheekganger bent, kent u waarschijnlijk niet de allerlaatste dansrages. En dan is het fenomeen van de housemuziek u misschien wat vreemd. We hebben het dan over dreunende, repetitieve muziek die computerachtig klinkt. U zal er misschien niet van houden, maar velen zijn er die dat wel doen. De housemuziek is nu in opmars in heel Europa en de basis daarvoor ligt in ons land. De toon wordt letterlijk aangegeven door enkele jonge Vlaamse muzikanten en producers. Vooral in Groot-Brittannië kan je geen platenzaak of discotheek binnenstappen of je wordt overvallen door de Belgische klanken. Wie zijn die Vlaamse wonderboys die in het buitenland poen scheppen en wat is de sleutel van hun succes? Anne Bellemans zocht naar antwoorden. Meditation. Dit is Belgische housemuziek of Belgium techno. Het is keiharde dansmuziek, volledig elektronisch, meeslepend, opzwepend. 10 jaar geleden ontstaat deze vorm van dansmuziek in de Amerikaanse steden Chicago en Detroit. Nu is het een rage geworden. In duizenden Europese discotheken klinkt de housemuziek. België speelt een vooraanstaande rol in deze internationale danseuforie. Vooral in Groot-Brittannië gaat de jeugd massaal uit de bol voor de Belgische housemuziek. Op de redactie van New Musical Express, het meest verkochte muziekblad ter wereld, verklaart Graham Schuiman het succes van de Belgische dansmuziek. People into dance music here, into techno, respond to sounds more than melody within the sort of harder dance music. Belgium house music seems to be hard, hypnotic, trancier, quite electronic. It's a physical, functional music that only works properly very loud in a club. That's why, and the Belgian music just seemed to fit that perfectly. It came along at exactly the right time. In de bekendste platenzaak van Manchester gaan de Belgische dansplaten als zoete broodjes over de toonbank. De rage rond de Belgische housemuziek laat in het milieu niemand onverschillig. Top-DJ John Da Silva volgt de Belgische muziek op de voet. Certain kind of music that was being made in Belgium got was picked up by the rest of Europe and particularly Britain as well. And which was like as soon as it, you know, there was a few successful records of that style. Then obviously the people in Belgium, the guys in Belgium decided, oh, we better make some more of these records. And that became, you know, I think that's a hardcore sound. And at the end of the day, there was people chasing Belgian producers and offering them lots of money. Again, the 4-4 beat, the hardcore Belgian 4-4 beat, which is the kick drum, which keeps the dance floor going. This is sort of like a hypnotic dance feel for people who go out and dance to this stuff. You get a constant 4-4 beat all night. The DJ will give you that beat. It will not stop using that beat all night. And that's the kind of hypnotic feel you get from the dance floor. This is a prime example. Darren Partington is discjockey in Manchester. Hij maakt ook deel uit van de hitformatie 808 State. Ze haalden al 4 maal de Britse top 10. Ze laten zich beïnvloeden door de Belgische dansmuziek. De platencollectie van Darren Partington is dan ook opvallend Belgisch getint. You can tell it's when it comes from Belgium because it's like more of an aggressive sound, more sort of, say, robotic kind of stuff. You can see it influences more or less all the dance scene in England because everyone's gone that way now. Everyone's trying to make the most hardest record around. Everyone's just looking at Belgium, what's coming out next, right, well, I'll make that straight away. Anything what comes into the shops, within 2 weeks you see it, someone else from England has already made it, you know, and it's the DJs are playing it. There's a big influence there. Achter de schermen van de Belgische danshit schuilde 24-jarige Gentenaar Frank de Wulf. Hij is zonder twijfel de invloedrijkste Belgische producer van de jongste jaren. Hij heeft op zijn eentje het geluid van de huidige house trend bepaald. Paul Oakenfold, producer die samenwerkte met wereldberoemde popgroepen als U2 en The Cure, steekt zijn bewondering voor Frank de Wulf niet onder stoelen of banken. I think Frank de Wulf is really good. It's just that I actually where I DJ, I play a lot of his stuff. So again, I like the sounds he gets, and
it's for the end of the market that I DJ, the more of the heavier side of things, his records go down real well. Een zolderkamer in de Gentse Randstad. Hier maakt Frank de Wulf de dansmuziek van de toekomst. Frank de Wulf is probably my favorite Belgian producer. Just in the way he used to use sounds and just put them together for the B-side series particularly. They were a really great series of EPs. And they had a lot of effect early on to the way people were listening to Belgian music. I think that really started the ball rolling for Belgian music. And just everything he seems to have done, it just seems to have a really nice style to it. In Engeland wordt gezegd dat de Belgische muziek de meest extreme is, de meest harde muziek. Ik denk, hier in België hebben we niet echt een verleden in muziek. In die zin dat we niet echt zoiets hebben gelijk in Engeland. Ik bedoel, daar leeft men gewoon op muziek. Dan heeft men echt een cultuur van muziek, dan heel groot dan. Hier hebben we dat maar in de mate van, er zijn enkelingen die met iets starten. Met een soort muziek starten. En natuurlijk springen dan heel veel mensen op een trein van, ja, er valt geld te verdienen. En een automatische structuur van daarop geld gaan verdienen op platen is steeds harder gaan en harder gaan. En daar vind ik juist die verkeerde opvatting van hetgeen hier in België gebeurt. Je hoeft echt niet hard te gaan met muziek om goede muziek te maken. Je B-sides zijn nogal bekend in Engeland. Wat gebeurt daar soms mee? Hetgeen wat met platen zoals B-sides gebeurt, dat is dus dat men ze denk ik wel enorm veel sampled ervan tot piraterend toe. Dus men neemt gewoon de plaat of een cd van B-sides en maakt er opnieuw een persing van en brengt die dus gewoon als piraat uit. En die verkoopt dan heel goed. Tonight, once again, flown all the way across from Belgium to Bridlington for the East Coast Experience, one of Europe's finest, please meet and greet a big voice, C.J. Boland! Christian C.J. Boland is 20. Hij werd geboren in Noord-Engeland, maar groeide vanaf zijn derde op in Antwerpen. De jonge discjockey wordt rijkelijk betaald. Aan de Engelse oostkust strijkt hij om en bij de 15.000 frank per uur op. Over enkele uren wordt hij in Bradford verwacht. Daar zal hij de danslustige nog tot het ochtendgloren op Belgische house trakteren. Ja, ik heb de club nog niet bekeken. Ik weet niet wat voor volk dat daar gaat zitten. Wat voor installatie dat er staat, hoe dat er gaat klinken. Wat het publiek eigenlijk wil. Dus dat is weer iets totaal nieuws. Wist je dat in Bridlington ook niet? Totaal niet, hè. Je weet dat nooit op voorhand. Afwachten. See what happens. Bradford, zondagochtend 16:30. In de Queen's Hall wordt de klok rond gefeest. CJ Boland is gevraagd om de dansmarathon naar een climax te leiden. Ook hier in Bradford steekt CJ Boland 15.000 frank per uur op zak. Maar de organisatoren betalen graag. De financiële inspanning loont de moeite, want Boland is hier bekend.